Uw aandacht voor een infoflits van de Stichting Statiegefonds, uw trouwe zorgpartner sinds 1981. In dit informatiefilmpje presenteren wij u een reportage over het vertrek van Baby Wannis naar Colombia. Baby Wannis is samen met moeder Sien van Schoor met een airambulance op vrijdag 19 april naar Colombia vertrokken voor medische behandeling. Elke ingezetene van Suriname kan op kosten van de staat naar het buitenland uitgezonden worden voor medische behandeling. De procedure die hiervoor van kracht is vervat in de afbouwregeling medische uitzenden lokale opbouwvoorzieningen, kortweg Armulof. Het uitzenden van patiënten naar het buitenland ten laste van de staat Suriname kan alleen indien en nadat de geneeskundige commissie van het ministerie van Volksgezondheid de uitzending heeft goedgekeurd. Vervolgens is het SZF belast met de uitzending van de patiënten naar het desbetreffend land. Het SZF komt dus formeel pas in beeld nadat de voornoemde commissie het besluit tot uitzending heeft genomen. Patiënten worden voornamelijk uitgezonden naar Colombia en in enkele gevallen naar Nederland. Het SZF heeft in Colombia reeds afspraken over de medische behandeling van patiënten met enkele ziekenhuizen en heeft tevens ook huisvesting van de patiënt en de noodzakelijke begeleiders en sociale begeleiding ter plekke geregeld. Het SZF is op 17 april jongstleden in de late middag formeel in kennis gesteld van het besluit van de geneeskundige commissie van het ministerie van Volksgezondheid om Baby Wannis naar Colombia uit te zenden. De aanvraag voor de uitzending van Baby Wannis naar Colombia is goedgekeurd voor de diagnosestelling in Colombia. We hebben vorige week dinsdag het filmpje dat wij hadden gemaakt bekendgemaakt. En binnen de week hebben heel veel mensen hulp aangeboden. En ook bij het SZF Armulof waren ze al volop bezig zaken aan het onderhandelen. En is het eigenlijk sinds de afgelopen dinsdag heel snel gegaan. Voor 17 april zijn er wel afstemmingsmomenten geweest tussen het SZF en de geneeskundige commissie over de opties die er zouden kunnen zijn voor Baby Wannis. Hierdoor kon het SZF, nadat het SZF in kennis was gesteld van het besluit, afrondende afspraken maken en handelingen verrichten opdat de uitzending zo spoedig mogelijk kon worden gerealiseerd. Het SZF heeft alle inspanningen gepleegd om direct na het bekend zijn van het besluit van de geneeskundige commissie Baby Wannis en de moeder met een airambulance te laten vertrekken naar Colombia, terwijl de afspraken met het reisbureau voor het vertrek van de vader met een lijnvlucht naar Colombia werden bevestigd. Papa is ook al onderweg, maar die gaat via een commercial vlucht. Waarom? Omdat Wannis, er is geconstateerd een aandoening bij zijn ademhaling, dat hij dus een beknelling heeft, waardoor hij niet spontaan kan blijven ademen. Dus hij moet steeds ondersteund worden door zuurstof. En om die ingreep te ondergaan kunnen ze dat niet hier in Suriname. En daarom moeten we naar het buitenland. Hoe oud is Baby Wannis? Baby Wannis is gisteren 1 maand oud geworden. Dus hij is 1 maand vandaag en 1 dag. De ouders van Baby Wannis zijn op donderdag 18 april door het SZF ontvangen. Ja.
En we willen ook de gemeenschap hierbij ook ontzettend bedanken voor hun bijdrage of op elke manier dat ook. En ook SZF vanwege de snelle bewerkstelliging van de hele procedure. Ook het Diaconessenhuis van het, in de regelen van het vervoer, het transport naar de luchthaven. En ja, we zijn eigenlijk heel erg, het is natuurlijk een grote spanning nu, maar we zijn wel erg blij dat het toch zo is kunnen verlopen. En u staat nu op het punt om te vertrekken naar Colombia. Wat wilt u aan de Surinaamse gemeenschap zeggen op dit moment? Ik wil de Surinaamse gemeenschap vragen om, om baby Wannes en ons als ouders extra in gebed te nemen. Voor, we hebben al één beproeving doorstaan, is naar de luchthaven gaan. Nu is door de lucht de overtocht naar Colombia. En natuurlijk ook het proces daar. De medische behandeling van Wannes is ook natuurlijk spannend. Maar we willen dus de gemeenschap vragen om extra in gebed te gaan. Zeker rond deze tijd van Pasen. Om extra Wannes in gebed te nemen. Zodat hij de kracht krijgt en de positieve energie om dit hele proces door te staan. De details over de uitzending zijn toen met hen besproken. Op vrijdag 19 april was het zover dat baby Wannes en moeder met de eerambulance naar Colombia konden vertrekken. Tot zover uw aandacht voor deze infoflits van de Stichting Staatsziekenfonds, uw trouwe zorgpartner sinds 1981. Graag tot de volgende keer.